Fijne vrijdag allemaal. Dit is een training voor mensen die een business serieus nemen. Dit is een training voor mensen die een business willen laten groeien. Dit is een training voor mensen die nieuwe mensen willen leren kennen. Dit is een training voor mensen die willen dat mensen op de duur naar hen toe komen en vragen: hé, wat doe jij? En mag ik met je meedoen? Of hé, welke producten heb jij en mag ik ze van je kopen? Dit is een training voor die mensen. Wie er live bij komt, van harte welkom. En wie uitgesteld kijkt, laat het even weten. Type even replay in de commentaren, zodat ik weet wie het gezien heeft. En ben je live, laat dan even weten dat je live kijkt. Dan kan ik straks even dag zeggen en weet ik ook wie dit heeft gezien. Want ik heb iets heel leuks voor jullie in petto. Ik heb een training, een korte, heel hands-on training met een aantal concrete handvaten. Ik heb een challenge voor jullie en ik heb een aanbod voor jullie. Dus blijf kijken en doe er je voordeel mee. Oké, waar gaat het over? Het gaat over, het zal je niet verbazen. Hey Michel. Het zal je niet verbazen, het gaat over live video. Er zijn nog altijd mensen in het team die niet over zijn gegaan tot het doen van live video. En ik wil even weten wie hier in de groep, wie van degene die kijkt, heeft nog nooit een live video gedaan op zijn of haar profiel, Facebook profiel. Ik heb het over het persoonlijk profiel, ik heb het niet over een commerciële pagina, ik heb het niet over een groep. Ik heb het over je openbare persoonlijk profiel. Wie heeft nog nooit een live video gedaan daarop? Type nooit in de commentaren. En laat je inspireren door deze training. Want ik ga jou vertellen, als je nu niet snel aan de slag gaat met live video, dan mis je de boot en dan mis je ontzettend veel opportuniteiten, zowel naar verkoop van de producten als naar het engageren van nieuwe teamleden. Video zal alsmaar belangrijker worden. Tegen het einde van dit jaar gaan we weer heel wat verder staan met live video dan waar we nu staan. En we staan steeds verder. Kijk naar alle social media kanalen. Overal krijgt video meer aandacht. En live video zeker. Kijk, als je meer aandacht wil krijgen van prospects, dan moet je live video doen. En je hebt live video en that video. Dus hoe liver, hoe beter. Als je video doet, sowieso, dan krijg je 3 keer zoveel aandacht als je dat niet doet. Dus laat dat op zich al een reden zijn om het te doen. Nu, ik heb voor jou vandaag 5 eenvoudige tips om ervoor te zorgen dat live video voor jou een no-brainer wordt. Dat het een evidentie wordt dat je hem doet, dat je uit die comfortzone stapt met gemak en dat je je live video gaat doen. De mensen die al met live video aan de slag zijn, kunnen hier waarschijnlijk ook van leren. Tenminste, ik heb deze tips recent geleerd van 2 mentors van mij die het erover hadden en ik heb iets bijgeleerd. Dus ik neem aan jullie ook. Ten eerste, tip nummer 1. Kom live met een doel, met een plan. Weet wat je gaat vertellen. Heb op voorhand een plan in je hoofd, of beter nog op papier, waarbij je zegt, oké, dit is wat ik ga vertellen. Verdeel dat over het aantal video's dat je wilt doen. Zorg dat daar een verhaal in zit. Zorg dat daar iets continu in zit. Dat zorgt ervoor dat mensen naar jou komen, dat mensen telkens terugkomen om te weten wat je te vertellen hebt. Wees voorbereid. Wat denk je dat mensen liever hebben? Dat je ze laat voelen dat je een duidelijk plan hebt met je live video's? Of dat je zomaar af en toe een keer iets uit de losse pols schudt? Het is duidelijk dat het eerste voorrang gaat krijgen. Daarmee wil ik niet zeggen dat je tussenin niet eens vlug een spontane video kunt shooten. Absoluut wel. Maar waar mensen voor terugkomen, dat is voor de structuur. Dat is voor je plan, dat is voor je schema, dat is voor je verhaal.
Je wil de indruk, je wil absoluut, wat je niet wil, is de indruk geven dat je de mensen hun tijd verdoet. Ik haat het. Als ik naar een video kijk en ik voel dat het niet voorbereid is, dan heb ik het gevoel, je verdoet mijn tijd. Ik blijf niet kijken. Tegenover als ik voel dat er een verhaal in zit, dat er een boodschap achter zit, dan blijf ik kijken. Nu, als je begint met live video, maak je geen illusies. In het begin gaat er niemand kijken. En dat is heel ambetant. Maar dat is niet erg. Zelfs als er niemand kijkt, weet dat de meeste mensen uitgesteld kijken. De meeste mensen zullen een replay bekijken. Dus doe alsof. Doe alsof er mensen kijken. Weet dat ze de replay bekijken. Vraag dan ook dat ze iets laten weten als ze die replay bekijken. En nog een tip. Als je geen ervaring hebt met live video, hou het in het begin kort. En waarover moet je het dan hebben? Dat is een vraag die ik zo vaak krijg. Wel, over wat jou passioneert in je leven. Wat is je passie? Waar ben je graag mee bezig? Welk verhaal heb je te vertellen? Mensen luisteren graag naar verhalen. En een verhaal vertellen is de beste en de gemakkelijkste manier om te beginnen met live video. Want als jij een verhaal over jezelf gaat vertellen, dan ga je daar weinig voorbereiding aan hebben. Dan ga je... Je kent je verhalen. Dus begin daarmee. Wat heb je meegemaakt? Wat heb je geleerd uit wat je hebt meegemaakt? Wat heb je geleerd van de trainingen die je volgt, de workshops die je volgt, de boeken die je leest? Enzovoort. Dat zijn dingen waar mensen graag naar luisteren. En zoek het alsjeblieft niet te ver. En als je, zeker als je korte video's doet, wat heb ik vandaag geleerd en wat kan ik doorgeven? Ook als je iets leert, heb altijd in je achterhoofd, wat van wat ik nu leer kan ik doorgeven? Aan mijn publiek, aan mijn fans. Tip nummer 2. Doe alsof mensen van je houden. Ze gaan niet allemaal van je houden. Maar als ze niet van je houden, dan bollen ze het vanzelf af. Dus ga er maar vanuit dat wie kijkt, dat die jou leuk vinden. En als ze je leuk vinden, dan gaan ze naar jou blijven kijken en luisteren. Dan gaan ze je alsmaar leuker vinden, want ze gaan het gevoel hebben dat ze je beter en beter leren kennen. En dan gaan ze vertrouwen hebben. En dan gaan ze zaken met jou willen doen. Zo werkt dat. En daarom is live video zo krachtig. Omdat je daar toont wie je bent. En het kan fout lopen. Maar dan is het zo. En de imperfectie, dat is reden nummer 1 waarom mensen graag naar live video kijken. Dus zit daar niet mee in als het allemaal niet perfect is. Wat heel wat mensen tegenhoudt om het live video te doen is... Ja, maar wat gaan de mensen van mij denken? That's none of your business. Wat ze van jou denken, dat is voor hun. Het heeft niks met jou te maken. En nog eens, als ze het niet leuk vinden, bollen ze het af. Ben je er vanaf. No big deal. Een mantra die jou misschien wel wil helpen, is... Mensen houden van mij. Als je die mantra herhaalt... Mensen houden van mij. Ze kunnen niet wachten tot ik de volgende keer live kom. Want ik heb een kei toffe boodschap met hen te delen. Dat is de mantra die jou kan motiveren om telkens weer een goede live video te doen. En twijfels ga je altijd hebben. Dat is normaal. Dat hebben de beste, dus de meest succesvolle mensen hebben twijfels. Maar twijfels overwinnen doet je groeien. En doet je evolueren als een echte winnaar. Neem die mensen gewoon mee in dat evaluatieproces, in dat evolutieproces. Visualiseer het volgende. Dat elk woord dat uit jouw mond komt, dat is een diamant. En die diamant is zo waardevol. Dat is een geschenk voor de mensen die luisteren. Dat is zo'n waardevol geschenk, dat het de levens van die mensen positief zal veranderen. Als je dat allemaal in gedachten houdt, als je dat jezelf herhaalt, je gaat jezelf niet kunnen tegenhouden om keiveel goede live video's te doen. Kijk, hier is wat je kunt doen. Je kijkt in de camera. Trouwens, als je een live video doet, laat je niet verleiden door te kijken naar het beeld op je scherm. Dat is zoals ik nu zou doen. Nu kijk ik naar mezelf en nu zie ik hoe ik
praat tegen mijzelf, maar dat is niet aangenaam voor de kijker. Nee, je moet recht in de ogen van je kijker kijken. Dus in de lens, dat is dat kleine ronde puntje op je telefoon, bovenaan je telefoon. En daar kijk je in. En ga ervan uit, beeld je in dat jouw publiek jouw 10.000 euro per minuut betaalt om naar jouw live video te kijken. Ja, maar dat is niet zo, Tanja. Who cares? Beeld het je in. Het gaat over jouw zelfvertrouwen. Het gaat over jouw mindset. Het gaat over met welk gevoel en met welke intentie jij die video gaat brengen. Het moet overkomen als een zegen. En als jij je inbeeldt dat het een fantastisch mooi geschenk is voor jouw publiek, dan ga je ten eerste het heel goed voorbereiden. Dan ga je perfect weten welke boodschap je wil overbrengen. En dan gaat het ook zo aankomen bij mensen. En dan gaan steeds meer mensen steeds langer naar jouw live video's kijken. Denk je dat jouw zelfvertrouwen daardoor gaat groeien? Ik heb een donkerblauw vermoeden van wel. Oké, tip nummer 3. Bereid je voor en set the stage. Als je een live video brengt, stel je dan voor dat je op een podium staat. En op een podium heb je een aantal dingen nodig. Als je jouw business, als je die ernstig neemt, als je je business beschouwt als een echte business, dan ga je ook professioneel organiseren. En dat hoeft allemaal niet duur te zijn en niet veel te zijn. Maar wat je dan wil aanschaffen is bijvoorbeeld een tripod om je telefoon in te zetten, zodat het beeld stabiel blijft. Je wil investeren in een licht, een lamp. En dat kan een klein ringlampje zijn dat je op je telefoon klikt in het begin. Maar dat geeft jou al meteen een andere belichting en een andere gloed. De mensen voelen zich veel dichter bij jou. Je ziet er beter uit en aangenamer dus om naar te kijken. Investeer in een microfoon. Ik heb een kleine daspeldmicrofoon. Dat zorgt ervoor dat mensen mij begrijpen. Dat kost allemaal niet zoveel, maar dat maakt het verschil. En dat maakt dat het voor jouw publiek een aangename ervaring is. Waar ze naar uitkijken om ze opnieuw te beleven. Dat zorgt ervoor dat jij gaat stralen in je video's. En dat is wat mensen willen zien. En dat is ook het gevoel waarmee jij die video's wil doen. De mentors die mij deze tips hebben geleerd, die zeiden mij... You can't sell a dream while looking as a nightmare. Dus als je er als een nachtmerrie uitziet, dan ga je geen dromen verkopen. Er is iets van. Dus zorg ervoor dat je verzorgd bent. Zorg ervoor dat je... heb respect voor je toehoorders en je fans. En bereid het voor. Zorg dat je netjes bent. Zorg dat je er goed uitziet. Zorg dat je straalt. Dat is een blijk van respect voor je toeschouwers. En dat maakt dat je veel sneller en veel beter een verbinding gaat maken met mensen. Dat is de bedoeling van een live video. Dat je engagement hebt. Dat je in verbinding treedt. Dat je met hen in communicatie gaat. En in het begin gaat dat niet veel zijn, want er gaan misschien niet zoveel mensen kijken. Maar op de duur gaan er meer en meer kijken en dan kun je inspelen op hoe ze reageren. Belangrijk is ook om altijd, je moet de mensen vragen om te reageren, want uit zichzelf doen ze dat hier niet. In Amerika wel, maar hier niet. En zelfs kinderen moeten ze het vragen. Maar een call to action, een call to engagement, vragen naar een actie, vragen om te interageren, dat is wat je moet doen. Dus zo kun je zeggen, laat even weten of je live kijkt. Laat me even weten dat je aan het kijken bent. Dan kan ik je persoonlijk bedanken en begroeten. Kun je doen. Of, als je aan iemand denkt waarvoor deze boodschap interessant kan zijn, deel die dan even en zet deel in de commentaren. Dan kan ik jou persoonlijk bedanken. Vind ik belangrijk om te doen. Of, als je uitgesteld kijkt, type dan replay in de commentaren. Zo kan ik zien dat je mijn boodschap hebt gezien, dat je mijn video hebt gezien. En dan kan ik jou daarvoor bedanken. Snap je? Je zal nooit weten hoe mensen reageren tot je het vraagt en tot je het ziet.
belangrijk is ook dat je dan uiteindelijk de mensen bedankt die hebben gekeken en die hebben gereageerd. En herinner je, vroeger heb ik het wel eens gehad over die 10-10-regel. Die 10-10-strategie voor live video. Ik herhaal het kort even voor wie het is vergeten of voor wie het nog nooit heeft gehoord. Dat is voor je live gaat. Dus we spreken hier over live video op je persoonlijk Facebook-profiel. Of op Instagram, maakt niet uit. Of op YouTube. Wat jouw kanaal ook is of wat jouw kanalen ook zijn, maakt niet uit. Maar 10 minuten voor Facebook geldt dit nu. 10 minuten voor je live gaat, ga je even commentaar geven op de posts van de mensen waarvan jij wil dat ze jouw video zien die straks komt. Maak een lijstje. Je kunt in Facebook een vriendenlijst maken. Maak een vriendenlijst, geef die een naam van allemaal mensen waarvan jij denkt, oh, met die zou ik willen samenwerken. Oh, dat zou wel eens een goede potentiële klant voor mij kunnen zijn. Steek die in een lijstje. 10 minuten voor je live gaat, fiets je door dat lijstje, zie je alle posts van die mensen en ga je commentaar geven op de laatste posts. Wat ziet Facebook dan? Ah, die hebben een relatie. Die kennen elkaar. Goed, Tanja gaat straks een video doen, een live video. Dan gaan we ervoor zorgen dat die mensen die video zien. En Facebook gaat jou helpen om ervoor te zorgen dat die mensen waar jij graag mee samen wil werken, dat die jouw video zien. Anderzijds, 10 minuten nadat je, in de 10 minuten na jouw live video, ga jij kijken naar wie heeft er gereageerd op mijn live video. En daar ga je mee in communicatie. Dus daar ga je ook weer opnieuw reageren met een vraag. Zodat ze weer reageren. Zodat Facebook ook weer ziet van, oh, die hebben een leuke conversatie. Die gaan we aan elkaar linken en we gaan ervoor zorgen dat de volgende keer als die live komt, dat die persoon ook weer die video te zien krijgt. Zo bouw jij je publiek op Facebook, zonder dat het je 1 cent kost. Waardevolle tip? Laat het even weten. Zet even 10-10 in de commentaren als je dit een waardevolle tip vindt. Als je aan mensen denkt in je team, die dit niet kennen, die dit niet toepassen, alsjeblieft deel dan, tag ze even onder deze video. Zodat ze er iets aan hebben en dat ze ook kunnen leren hoe ze beter kunnen worden met live video. Oké. Okay. Tip nummer 4 is dus echt in verbinding gaan met mensen. Die call to action, daar hebben we het over gehad. Tip nummer 5 is ga experimenteren. Amuseer je. Je amuseren, dat is het allerbelangrijkste aspect van je business, van je home-based business. Probeer dingen uit en kijk wat reacties zijn. Zijn de reacties goed? Doe daar dan meer van. Zijn ze niet goed? Probeer iets anders. En wees niet boos op jezelf als iets niet meteen lukt van de eerste keer. En nog eens, imperfectie is reden nummer 1 waarom mensen graag naar live video kijken. Dus als je live gaat, beeld je dan effectief in dat je op een echt podium staat. En weet, als iemand je niet leuk vindt, dan kunnen ze gewoon de zaal verlaten. No big deal. Laat je twijfels voor wat ze zijn. En ga gewoon aan de slag en amuseer je. Ik heb nog een dat waren mijn 5 tips. Eens even kijken. Hey Veerle, tof dat je erbij bent. Jij bent aan de slag gegaan met live video, heb ik gezien. Super tof. Heel goed. Heel goed. En in het begin is het een beetje koud water, maar het went snel. Is het niet? Ik heb nog een bonus tip voor jou. En dan heb ik een challenge en een aanbod. De bonus tip is, heb aandacht voor wie kijkt. Dat is wat ik net zei. Na je live video, in de 10 minuten die erop volgen, ga je oprecht mensen bedanken die hebben gereageerd. Je gaat met ze in gesprek. Op die manier gaan mensen zich speciaal voelen. En iedereen vindt het leuk om zich speciaal te voelen. Reageer op hun commentaren. Reageer met een vraag, zodat ze terug een antwoord geven. En dat er een communicatie ontstaat. Als het te persoonlijk wordt, dan ga je natuurlijk naar Messenger. En ga je daar het verhaal verder vertellen. Of het gesprek verder voeren. Maar doordat jij reageert op hun commentaren, ga je steeds
meer regelmatige kijkers krijgen. Zij gaan je appreciëren. Zij gaan nieuwe kijkers aanbrengen. Ze gaan je video's beginnen delen met andere mensen. En zo groeit jouw publiek. Ga ervan uit en weet. En het is heel logisch. Als je hen niet apprecieert, waarom zouden zij jou dan appreciëren? Altijd eerst geven. En dan nemen. Want die mensen die reageren op jouw video's, dat zijn jouw favoriete prospects. Zowel voor de klanten als voor teamleden. Dus die moet je ongelooflijk goed verzorgen en aandacht geven. Oprechte aandacht geven. Oké, dat waren de 5 tips met nog een bonus erbij. Ik wil heel graag weten van jou welke van de 5, of misschien de bonus, was voor jou het meest waardevol. En waar ga je mee aan de slag? Ik overloop ze nog even. Tip nummer 1 is, kom live met een doel. Heb een plan. En doe zomaar niet altijd alles hup, hup, hier en daar een keer uit de losse pols. Tip nummer 2 is, doe alsof mensen van je houden. Ze houden ook van je, maar je moet het je inbeelden. Het is voor je eigen gemoedsrust. Tip nummer 3, set the stage. Kom er goed voor. Heb een goede belichting, heb een microfoon, kom professioneel over, je bent business aan het doen. Tip nummer 4 is, ga in verbinding met mensen. Want dat is het engagement wat we willen, waar we op kunnen bouwen om uiteindelijk business te doen met de mensen. En ga experimenteren als een professional. Wees niet bang om eens een keer iets anders te proberen. Kijk wat de reacties zijn, stuur bij waar nodig, doe meer van wat lukt, wat werkt. En wees creatief. En dan, bonus tip is, heb aandacht voor wie kijkt. En dan heb ik het over mijn 10-10 formule bij Facebook Lives, waarbij jij op voorhand een lijstje maakt van vrienden die jij precies wil bereiken. En dat je dan na je live video gaat interageren met de mensen die op jouw video commentaar hebben gegeven. Laat even weten welke van deze 5 tips of bonus het meest impact heeft gehad op jou, het meest indruk heeft gehad op jou en waar jij op gaat focussen bij je eerste of je volgende live video. Dus zet even 1, 2, 3, 4 of 5 of bonus in de commentaren. Dan weet ik welke het meest heeft is aangeslagen. Dan heb ik een call to action. Eens even kijken, Veerle. Ja, ja, Veerle, inderdaad. Dat is een goede vraag of opmerking van jou. Het is het aangenaamste voor, op Facebook tenminste, is het het meest aangename om je telefoon in landscape te hebben. Dus in de zo horizontaal te hebben. Maar het is belangrijk dat je je telefoon, ik doe het altijd al voor ik naar mijn pagina ga of naar mijn profiel ga waar ik wil posten of waar ik live wil gaan. Zorg ik altijd dat mijn telefoon al gedraaid is. En dan ga ik naar de plek waar ik live wil gaan. En dan zorg ik ervoor, hoe kun je het zien, dat als je jezelf dan ziet, dan zie je je in landscape modus. En ook als de commentaar, dat is zo in een vakje linksonder, als dat ook mee gekanteld is, waardoor dat je tekst dat ook dat die ook horizontaal staat, dan zit je goed. Anders, dan moeten de kijkers zo kijken. En dat is niet zo aangenaam. Het ziet er ook een beetje vreemd uit. Want dat zijn beginnersfouten. Vind ik helemaal niet erg. Vindt niemand erg. Ik vind vooral heel tof en straf en goed van jou dat je met live video bent begonnen. Dat gaat jou maar 1 keer overkomen. Dat is mij ook overkomen. No big deal. Oké. Goed, wat is nu mijn challenge voor jullie? Ten eerste, wie nog nooit live is gegaan op zijn of haar Facebook profiel, wil ik uitnodigen, we gaan de challenge aan om dit weekend, en het is een lang weekend, we hebben 3 dagen, paasweekend, om dit weekend je eerste live te doen. Dus we hebben het over Facebook profiel, persoonlijk profiel. Als je dat hebt gedaan, zet hieronder in de commentaren I did it, uitroepteken. I did it. Als je dit weekend je eerste live video hebt gedaan. Nu,
voor sommige mensen gaat het nog een brug te ver zijn. En gaan zeggen van, ik durf dat niet en hoe moet dat en ik kan dat niet en ik weet het niet en wat moet ik vertellen? Ik wil jou helpen en dat is mijn aanbod. Mijn aanbod is dat als je toch niet durft alleen live te gaan op je Facebook profiel, dan wil ik jou helpen. En wat je kunt doen als je live gaat, dan kun je iemand uitnodigen die kijkt. Spreek met mij af. Als je mijn hulp wil, spreek dan met mij af. Op voorhand natuurlijk. Dat wanneer je live zult gaan, dan kom ik kijken. Dan ga jij zien verschijnen dat ik aan het kijken ben. En dan kun je klikken, uitnodigen of in de live brengen. En dan gaat het schermpje zich in twee verdelen. En dan kom ik gewoon naast jou, in jouw live video, met jou praten. En dan ga ik jou interviewen, waardoor jij niks moet uitvinden om te vertellen. Je moet alleen maar antwoorden op mijn vragen. En als je dat wil, kunnen we op voorhand even afstemmen waarover we het gaan hebben. Maar dat is mijn aanbod aan jou. Dat is mijn aanbod waarmee ik jou wil helpen om eindelijk live te gaan op je Facebook profiel. Dus enerzijds de challenge. Als je het alleen durft, super. Dit weekend, paasweekend, zaterdag, zondag, maandag, doe je eerste live op je Facebook profiel. Als je het toch een beetje eng vindt om het alleen te doen, dan gaan we in de komende week, dat gaat dan niet dit weekend zijn, maar de komende week, spreken wij een moment af waarop jij live gaat gaan op jouw profiel, mij erbij brengt. En dan ga ik jou interviewen, zodanig dat jij weinig stress hebt over wat je moet zeggen, maar dat ik jou live op jouw profiel ga helpen ermee. Oké? Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Ik hoop dat dit waardevol voor jou is. Laat me weten wat het voor jou heeft gebracht. Laat me weten waar je mee aan de slag zal gaan. En dan wens ik jou daar zeer, zeer veel succes mee. Ik blijf het vragen, ook dit keer. Laat me alsjeblieft weten waar jij op dit moment het meeste mee zit in je business. Wat blokkeert je? Met welke vragen zit je? Op welke problemen of uitdagingen stoot je? Wat heb je nodig op dit moment om door te breken? Dat wil ik weten. Zet het hieronder en daar ga ik mijn volgende training op aanpassen. Maar als ik geen input krijg van jullie, denk ik, oké, iedereen is fantastisch bezig. En dan doe ik gewoon wat ik denk dat waardevol is. Maar ik hoor het veel liever van jullie waarmee ik jullie kan helpen. En ik ga de eerste zijn om er een goede training rond te maken. En om jou het volgende stapje te geven naar jouw doorbraak. Oké? Heel veel plezier en heel veel paasweekend. En tot gauw. En ga aan de slag met die live video. Bye bye.